Het zit erop voor Married at First Sight. Gisteren was de grote finale van het programma te zien op RTL4 en daar keken 908.000 mensen naar. Niet echt hoog als je bedenkt dat RTL Boulevard werkelijk elke dag is ingezet om reclame te maken, maar volgens de zender kijken de meeste mensen aan de maand. Er kijken in totaal 2 miljoen mensen naar. Wie niet tot die kijkersgroep behoort is Joep van het Hek. De cabaretier haalt in zijn VARA-gids column behoorlijk hard uit naar Carlo en zijn trouwprogramma. Hij noemt het gezonde volksverlakkerij, want volgens hem is het onmogelijk dat de kandidaten echt zijn. Dat zijn toch ingehuurde B-acteurs. Ook de psychologen die meewerken aan de show waarin singles eerst trouwen en elkaar daarna leren kennen vertrouwt Joep niet. Geen psycholoog leent zich toch voor die onzin? Peter van der Vorst belt aan het begin van het seizoen namens RTL met een tweedehands castingbureau en bestelt de hoofdrolkneuzen. De verhaallijnen zijn te sterk om echt te geloven, aldus Joep. In het script staat dat hij tegen haar moet zeggen dat zij, die een verzonnen rijlesinstructrice is, geen auto kan rijden. Waarop zij midden op de snelweg boos aan de handrem trekt. Op een gegeven moment moet zij hem een glas wijn in zijn gezicht smijten.